Onze bouwdroom, we hadden eigenlijk een beetje een visie om van ons oude infrastructuur een nieuwe moderne BMW mini-concessie te maken met alle aspecten die op dat moment van belang zijn. Dus met een geïntegreerde car wash, een zeer grote showroom voor zowel BMW als Mini. Wij zijn bij Mathieu Gijbels terechtgekomen omdat we eigenlijk in de vorige verbouwing al met Mathieu Gijbels hadden samengewerkt. Dat was ongeveer een 16-tal jaar geleden. Mathieu Gijbels had toen ook de verbouwing zeer goed uitgevoerd en we hebben dan ook gedurende die tijd genoten van de naverkoop, de naservice van Mathieu Gijbels, die dat ons toch wel overtuigd heeft om hen opnieuw als kandidaat op te nemen in de mogelijke aannemers. Het traject is zeer positief verlopen. Wij hadden een zeer strikte bouwdeadline. Wij wouden opengaan tegen het salon van 2017. Dus dat was zeer strikt omwille van het feit dat we eigenlijk ook op dezelfde locatie bleven en twee keer zouden moeten verhuizen met alle diensten. Dat was zeer specifiek en Mathieu Gijbels heeft daar zeer goed in meegedacht met ons. Want open blijven tijdens zo'n zeer zware verbouwing is geen sinecure. Dat traject is uiteindelijk zeer goed verlopen en we hebben die bouwdeadline ook perfect gehaald. Ondanks die strikte deadline, terwijl er echt wel druk op stond, was de samenwerking zeer goed. Zeer goede mensen. We hadden ook een zeer bekwame werfleider die dat van in het begin eigenlijk de planning zeer ter harte heeft genomen en naar uitwerking toe tot in de details wist waar het mee bezig was. En dat geeft ons een goed gevoel op dit moment. Daarboven zijn ze natuurlijk qua vakkennis in de markt op vlak van het bouwen van concessies, dus van showroom en naverkoopgedeelte, zijn ze zeer sterk. Wij zijn zeer tevreden in verband met de verbouwing en hoe alles is verlopen. En zoals het gebouw er momenteel bij staat, is het voor ons een beetje het uitkomen van onze visie die we helemaal in het begin hadden. Dus wij zijn erop zeer tevreden. Thank you.